Toen het sinds de komst van koningin Beatrix de smaak goed te pakken. En dat is maar goed ook, want op Pinkstermondag komen er meer dan 100 vorsten en vorstinnen naar het Witte Stadje. En bij me op de bank zit voorzitter Vic Broens en penningmeester Henk Stratemans. Welkom. Hallo. Ja, Mondag, een grote happening. Ja, het wordt een bijzondere grote happening in Toorn. Hoe ben je op dit idee gekomen om dit te gaan organiseren? We zijn enkele jaren geleden na gaan denken over het feit dat dit jaar 200 jaar blaasmuziek is in Toorn. En heb ik gezocht naar een leuke combinatie die past bij Toorn. En dan kunt ze uit bij cultuur en historie. En dat beide hebben we verenigd in dit evenement. Wat muziek en historie bij elkaar kunt. Ja, want wat kunnen we precies gaan verwachten dan Mondag? De Mondag dan. Dit is een dag van smorgens tot 's avonds. Ja. Dan beginnen we om 9:30 met een heilige mis. Die wordt met de bischop wordt het vuur gedragen. En daarna komen de dames, de adellijke dames, die hongerdames, die komen naar de kerk. En die werden daar door de stiftdames, abdissen, van toe werden die daar ontvangen. Ja, want je hebt ook een paar dames en een heren metgenomen vandaag. Misschien kunnen ze zichzelf even voorstellen. Dames, zou dat lukken? Maar natuurlijk. Ik ben Maria Kunigunda van Saxen, prinsessin van Polen en vorstin abdis van het vorstendom Toorn. Welkom. Dank u. Ik ben Juliana van Pfalz. Ik ben de ene laatste vorstin abdis van Toorn. Ik ben opgevolgd door Maria Kunigunda. Ik ben graaf Antzut, stichter en oprichter van het abdis Toorn. Ik ben geboren in 948 en helaas gestorven op 3 mei 2010. Nou, dan ziet het er toch nog goed uit, moet ik zeggen. Ja, Vic, ja. Hoe kom je aan al die historische gegevens? Nou goed, dat is natuurlijk napluizen in de geschiedenisboeken. Mm-hmm. Daar is veel over geschreven in het verleden. Wordt ook weer actueel. Goed, want de Zuid-Europa begint een steeds belangrijke rol te spelen in onze gemeenschap. Maar goed, in Toorn worden we dat tijd al ver vooruit. En we hebben altijd vorstinnen gehad uit het hele Europese land. Mm-hmm. Ook het feminisme, want Toorn is altijd 800 jaar lang geregeerd geworden door dames. Dus we waren daar heel vroeg bij. Girl power. Ja, inderdaad, ja. Ja, ik bedoel, er doen meer dan 1000 mensen gewoon eraan meedoen, hè, de hele dag. Hoe zit je in al die mensen gekomen? We hebben in een heel vroeg stadium hebben we zoveel mogelijk het dorp erbij betrokken. De verenigingen van Toorn doen met de diverse wieken met die clubs die doen allemaal met. En die hebben allemaal in de stoet een taak gekregen. En daar zijn toch heel veel bijeenkomsten voor aanvragen gegaan. Mm-hmm. Vooral ook om tot een goede taakverdeling te komen. Wij en wat gaat doen en wat voor dingen dat ze gewoon uitbeelden. Ook dat het de hele stoet één totaalverhaal wordt. Ja. Dus dat het één op het ander aansluit. Ja, goed. En dus vooral de Toorner geschiedenis wordt door de Toorner verenigingen uitgebeeld. Maar dit wordt natuurlijk aangevuld met tientallen verenigingen, gezelschappen uit binnen- en buitenland, die vooral met historie bezig zijn. Mm-hmm. Dus niet alleen maar toeren, dus echt. Zeker niet, want dat zou betekenen dat. Dat het hele dorp leeg is. Dan is het dorp te klein wat dat betreft, of leeg moet ik zeggen. Ja. Nee, dus aangevuld met heel veel figuranten uit binnen- en buitenland. Ja. Die daar hun hobby van hebben gemaakt om historische taferelen uit te beelden. Ja, dat is natuurlijk een enorme organisatie zo'n dag. Of is het gewoon het draaiboek van vorig jaar uit de kast gepakt? Nee, daar ligt geen draaiboek voor. In deze vorm is dat een Toorn, en ik zover als ik weet, in het Limburgse niet voorgekomen. Ja. Hier ligt geen draaiboek voor. Daarom zijn we 2 jaar geleden begonnen. Mm-hmm. En dan vormt zo'n proces zich. En dan kreeg het van het ene het ander. We hebben het geluk dat we in aanraking zijn gekomen met Stichting Oude Oranje in het Drentse Assen.
Die hebben een stichting die bezig is met historische kostuums van vorstenhuizen uit Europa. Ja, precies, want de dames en de heren die zien er prachtig uit. Zien dat allemaal op handgemaakte kostuums dan? Dat zijn allemaal handgemaakte kostuums. Mm-hmm. En die maken ze nou vanaf schilderijen, ontwerpen en noem maar op van vroeger. Te gek. Ja, en hoeveel bezoekers werden verwacht, Pinkstermondag en Tour? Heb je er een idee van? Ja. Wat hoop je? We hebben in ieder geval het vuurdeel dat we nu zitten, weer message. We verwachten toch altijd de 5000 bezoekers. Ja. 5000 bezoekers? Ja. Ja. Uiteraard van het weer afhankelijk. Want er is allemaal boete te doen, ja, afgezien van de kerk. Er zijn ook binnenactiviteiten. We hebben in de namiddag een prachtig abdijconcert in de Abdijkerk. En we hebben in de namiddag ook nog een show, historische show van 1000 jaar vorstelijke mode. Dus dames, ik denk dus dat... Dus geen reden om niet naartoe te komen aanstaande maandag. Ik beveel het iedereen aan. Torren heet u alle welkom. Nou, kijk eens. Er zijn genoeg parkeerplaatsen, er zijn genoeg terrassen. Een hapje en een drankje is... En als de zon dan ook nog schijnt, dan is het helemaal... Die zien je een tour bijna altijd. Dank jullie wel, heren. Heel veel succes met de laatste voorbereidingen en veel plezier aanstaande maandag.